Yo, dames en heren, dit is eventjes een video, want ik ga mijn setup veranderen. Dit is een hele grote beeldscherm, een hele fijne trouwens. Ik weet niet meer precies wat voor merk. Mijn laptop die doet het ook redelijk weer goed, ik weet niet of jullie hem kunnen zien. Met die witte letters kun je hem wel zien. Mijn PlayStation 3 en PlayStation 4, mijn Nintendo DS, mijn oude Game Boy, die heb ik al sinds een tijdje, want die kwam helemaal nieuw. Maar ik wil mijn setup veranderen. Ik wil hier zo... Wil ik die ledstrip die ik heb. En dit is mijn ledstrip. Die wil ik gewoon eventjes op dat muurtje doen. Zodat het weer netjes mooi wordt. En voor de mensen die het zien. Dit is blauw. En de andere kant is die wit. Want dat gebruik ik als greenscreen. Wil ik gaan gebruiken. Maar ik wil mijn setup gaan veranderen, jongens. En dat gaat ook gebeuren. Weet je wat? Jullie gaan het binnen een paar minuten zien. Zoals jullie kunnen zien, ik heb alles eraf gehaald. En ik zit met de pleuris. Hier zo staat mijn PlayStation 4, mijn PlayStation 3. Dit ding gebruik ik toch niet meer. Want ik heb nu een andere manier van gamen voor PlayStation. Dus ik hoef mijn PlayStation niet meer, controle niet meer op te laden. Mijn muis van, volgens mij is het merk Logitech. Allemaal kabels. Dus gewoon echt alle kabels. Van PlayStation 4 tot PlayStation 3. En van tv en alles. Mijn nieuwe headset. Mijn hele fijne. Die lichtgever aan de zijkant. Die heb ik altijd aan mijn PlayStation controller. Dat weet ik zeker dat die niet kapot gaat. Dat wil ik ook zo houden. Mijn fijne PlayStation 3 controller. Mijn draadloze koptelefoon. Mijn Bluetooth speaker. En mijn twee andere reserve PlayStation 3 controllers. Die gebruik ik ook nog heel vaak. Mijn oude Game Boy die ik ga weer aansluiten. En mijn laptop. Zo ziet hij eruit. Even kijken of die werkt. Ja, hij werkt. En jij gamers laptop. TV kastje. Waar TV kan kijken. En mijn Nintendo DS. En nu ga ik de setup veranderen. Dat windding valt is niet belangrijk. Want die gebruik ik toch niet. Jullie gaan de ijzerinstel staat in 3, 2, 1. En jongens, dit is mijn nieuwe setup geworden. Je kunt zien, mijn PlayStation 3, PlayStation 4 kunnen jullie nu heel duidelijk zien. En mijn laptop staat er gewoon. Mijn powerbank. Mijn powerbank is altijd handig. Altijd handig zo'n ding. Altijd handig zo'n ding, powerbank. Mijn Nintendo DS, die staat er. Ik heb nu mijn ledlamp hier zo. Helemaal fijne, nog fijner aangesloten. En hij werkt tot zo. Die gamers heb ik erop gehangen. Die hangt eerder aan dat. Aan dit bord hangt die er eerder gewoon. Maar die heb ik veranderd. Maar dit is nu setup, jongens. PlayStation 4, PlayStation 3, TV, mijn PlayStation 3 controller, hier staat de PlayStation 3 controller, hier zo, en PlayStation 4 controller, fijne headset, mijn Game Boy, Nintendo DS, computermuis, mijn koptelefoon. En dit is het dus. Dit is mijn nieuwe setup. Hij is vet. Ik vind hem zo ongelooflijk cool geworden. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Die Fortnite poppetjes, die komen wel. Daar ga ik een ander plekje voor verzinnen. Wat dat plekje wordt, weet ik nog niet. Maar jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Dan zeg ik later.